Achter je bureau hangen, verkeerd tillen, dat komt u misschien wel bekend voor. Het is ontzettend slecht voor je rug en het kost ook veel geld. 800 miljoen euro per jaar, omdat mensen zich ziek melden vanwege rugpijn. En daar proberen technisch ontwerpers iets aan te doen. Zo is er nu een slim high-tech-t-shirt bedacht, bedoeld om je houding te verbeteren. Om lichamelijke problemen op het werk te voorkomen zijn er al zitballen en bureaufietsen. Maar op de Dutch Design Week in Eindhoven proberen technisch ontwerpers een stapje verder te gaan. Dit is Eve. Op dit moment zit ze goed. En op het moment dat ze verkeerd gaat zitten, uh, krijg je in de app krijg je een melding. En uh, kun je aangeven dat je inderdaad aan een bureau zit te werken. En zie je het overzicht. En zie je meteen hoe je dat aan het bureau werken nou zou kunnen oplossen in de toekomst. Dit slimme shirt werd al getest door een groep verpleegsters in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Want in de zorg zeggen veel werknemers last te krijgen van een onderrug. Wat deed u? Nou, ik rijd helemaal zo naar de la. En dat is niet goed voor je rug? Nee. Want dan begon hij te piepen. Maar hij piepte meteen. En nu doet u het anders? Nu doe ik het anders. Nu ga ik dicht naar mijn laat toe en hou mijn rug veel beter recht. En ben bewust van mijn houding. Dat shirt, ja. Heb je dat dan echt voor nodig gehad? Om je daarvan bewust te worden? Jawel, dat denk ik wel. Zeker als je snel even iets moet pakken, dan piept hij. En dan denk je, oh ja, nee, ik ga toch weer echt. Uh... Ja, het helpt echt. Ja, het helpt wel. Zeker. En dat is opvallend omdat geen van deze proefpersonen rugproblemen had. Mensen die bijvoorbeeld rugklachten hebben uh, gehad, die zijn wel uh, bereid om uh, met hulpmiddelen en coaching een betere werkhouding aan te nemen. Mensen die nog nooit rugklachten hebben gevoeld, ja, die zijn vanuit nature minder snel geneigd om uh, uh, ja, hun gedrag te veranderen. De komende vier jaar worden veel meer technische hulpmiddelen verwacht op de werkvloer, want de apparaten worden steeds kleiner en beter. Dit is echt het prototype. Het is ook nog wel vrij groot, omdat ik standaard onderdelen heb gebruikt. Maar waar ik naartoe wil, is eigenlijk gewoon alles helemaal verwoven in het shirt. En dan twee hele kleine elektronische modules boven en onder. Zodat je het echt niet meer voelt? Ja, dat het helemaal weggewerkt is. Maar dan moeten werkgevers wel bereid zijn te betalen. Je ziet dat het voor werkgevers belangrijker wordt om hier meer in te gaan investeren. Omdat op termijn betaalt zich dat ook terug. Door dit soort hulpmiddelen is er minder fysieke belasting op de werkplek. Daardoor ook minder fysieke klachten. En dat scheelt uiteindelijk ook in de kosten in het verzuim. Als u wilt weten wat u allemaal zelf kunt doen voor een gezonde lichaamshouding op het werk, kijk dan op onze site. Daar staan tips en een overzicht van slimme snufjes.